Erik van der Leur, ik zag twee verschillende helften vandaag, waarvan de tweede toch wel heel positief. Nou ja goed, je moet even, even bedenken dat we vandaag echt gepuzzeld hebben. We waren blij dat Nicky kon spelen, die heeft lang volgehouden zonder al te veel schade. Nou, Henk kreeg een verkramping in de knieholte. Uh, dus de eerste helft was ook een beetje het gevoel krijgen, nou dan krijg je een paar kleine kantjes. Uh, zij krijgen een, een behoorlijke kans, de bal op de lat. Tweede helft denk ik dat wij moeten scoren in het begin via Nicky. Uh, en ik vind dat we onze tweede helft meer dan behoorlijk gepresenteerd hebben, vooral in de strijd. Uh, en dat vind ik absoluut een winstpunt. Met nog uh, daarbij dat we geen tegendoepunt hebben gekregen. Ik vind dat ook wel eens een winstpunt uh, de afgelopen weken, maanden. Ja, want de inzet die was er. Absoluut, maar daar zijn we ook heel erg mee bezig. Alleen jammer van het punt dat er drie punten moeten zijn, want je schiet er weinig mee op vind ik. Nou, als je een samengesteld elftal hebt met, met vier backs in de verdediging, uh, met wat zekerheid ingebouwd... Uh, voor de verdediging, omdat we met twee backs spelen. Niet al te groot achterin. Hè. Pepijn is niet te groot, ze niet, Mitchell niet, Jan is ook niet. Uh, dan vind ik dat we maar met dat punt, uh, ja, uiteindelijk ben je tevreden met dat punt. Ja, want je gaf toch inderdaad weinig weg. Ja, nee, maar goed, maar dat, dat vind ik het pluspunt aan vandaag. We kiezen voor iets. We zijn natuurlijk al, al drie, vier weken, uh, of eigenlijk vanaf het moment dat, uh, dat ik het nooit gedwongen heb overgenomen. Iedere week wel een proberen om iets uh, uh, stabiel uh, te maken. Nou, ik denk dat we daar vandaag weer een stapje in gezet hebben, gezien het, uh, het, het aantal tegendoelpunten, zeer zeker. Dus uh, dat is iets om op uh, verder te bouwen. In de laatste fase van de wedstrijd uh, redt Tom Muiters ook nog een paar keer. Ja, maar goed. Tom, Tom staat in het doel om ballen tegen te houden. Dat heeft hij prima gedaan. Oké. Okay. Uh, ja, een laatste vraag nog. Uh, ja, je mist volgende week. Mis je Mario Engels? Helaas. Ja, maar de, deze week hadden we Daryl niet erbij en Mitchell. Uh, het blijft dus weer we Schipperen. Met, of groeien met de riemen die je hebt. Nee, ja goed, uh, dan moeten anderen daar, uh, daar staan. En, een, een, een spits opvangen is vaak makkelijker dan, uh, dan een hele verdediging ombouwen. Uh, Mario ergerde zich uh, over de domme gele kaart, letterlijke woorden van hem. Nou, uh, van de andere kant denk ik van man, nu, moet dit, uh, nu moet de anderen weer opstaan. Net zo goed als er vandaag uh, ook anderen zijn opgestaan. Laten we daar even duidelijk over zijn. Ik ben absoluut tevreden over de manier waarop uh, onze verdediging zich vandaag gepresenteerd heeft. En dan was het bedenk, Henk Dijghuizen? Uh, heeft u veel last? Nee, nee, dat was een verkramping in de knieholte. Dus uh, we gaan ervan uit dat, dat uh, volgende week weer uh, alles uh, tip-top in orde is. Dankjewel.